Hallo, dank je. Water en brood, meer zit er niet in tijdens de speciale koopavond bij dit filiaal van Hans Textiel in Capelle aan de IJssel. Het winkelpersoneel voert actie tegen de nieuwe koers van het bedrijf, gesteund door de vakbond en klanten. Nou, Hans heeft dus wel de middelen om de klanten dure, lekkere hapjes te geven, maar zijn personeel laat hij in de kou staan. Het personeel van Hans Textiel heeft het idee te worden weggepest door verandering in de dienstrooster en overplaatsingen. 160 zijn er weg, tegelijkertijd zijn er 60 vacatures open bij Hans Textiel, waar natuurlijk vooral jonge meisjes gezocht wordt met 10 jaar werkervaring tegen minimumloon. Directeur Hans van Hilsberg is woedend over de uitlatingen van de bond. FNV liegt. Meneer Suiker liegt. Meneer Suiker is hier geweest. Meneer Suiker luistert slecht. Hij heeft echt verkeerde oren. En ik heb dus alle zaken die er op het gebied van de CAO staan, die worden binnen die bandbreedte door ons worden die waargemaakt. De winkels van Hans Textiel worden omgebouwd tot HTX, gericht op een jonger publiek. Het personeel van middelbare leeftijd denkt dat ze daar de dupe van worden. Ik vind dat de nieuwe gemoderniseerde winkel erg leuk is, maar dat kan met personeelsleden van alle leeftijden. En ik vind ook gewoon oudere verkoopsters heel prima. Vakbond en klanten vinden dat de directie niet zo angstig moet reageren. Hans Textiel is nog helemaal van deze tijd. Dit is toch helemaal hip, moet eens kijken. Voor mijn dochter. Mama! Nee, maar dit misschien wel. Ik weet het niet hoor. Nee, ook niet, hè? Nee. Mama. Ik vind het, je hebt voor haar ook nog wel wat, hoor.